Jacob van Maarland werd vooral beroemd door zijn drie encyclopedische werken in het Nederlands, die hij net als zijn eerdere werk schreef in paarsgewijze rijmende verzen. Het eerste van deze drie verscheen rond 1270 en was een natuurencyclopedie. Het werk begint zo. Jacob van Maarland, die dit dichtte om te zenden het tere gifte, wil dat men dit boek nome in Vlaams der naturen bloemen. Jacob dacht dat de Latijnse tekst die hij bewerkte geschreven was door de beroemde Keulse wetenschapper Albertus Magnus, maar dat klopte niet. De auteur was een leerling van Albertus, de Dominicaan Thomas van Cantimpré. Jacob koos uit dat werk de delen die hij het interessantst vond. Hij bewerkte ze in opdracht van heer Nicolaas van Cats, een edelman uit Zeeland en getrouwe van graaf Floris de Vijfde. Jacob selecteerde 13 boeken, ofwel hoofdstukken. We krijgen eerst informatie over allerlei vreemde menselijke wezens, zoals de schaduwvoeters, die in de woestijn leven en het geluk hebben dat zij hun eigen voet als parasol kunnen gebruiken tegen de brandende zon. Daar moeten ze dan wel even voor gaan zitten. Dan passeren er heel veel viervoetige dieren, vogels en zeedieren de revue. Verder zijn er hoofdstukken over reptielen, ongewervelde dieren, inheemse bomen en exotische bomen die specerijen voortbrengen. Ten slotte is er aandacht voor kruiden, waterbronnen, kostbare stenen en hun krachten en metalen. De lezers vonden in deze natuurencyclopedie heel wat informatie. Ook fabeldieren als de eenhoorn en de feniks komen erin voor. Echte dieren krijgen geregeld eigenschappen toebedeeld waarvan wij nu weten dat ze niet kloppen. Zo schrijft Jacob dat olifanten geen knieën hebben en dat olifantenjagers daarvan handig gebruik maken. Ze hakken de boom waartegen een olifant vaak leunt bijna door, zodat het dier de volgende keer geen steun meer vindt en met de boom ten val komt. Als de knieloze olifant eenmaal ligt, kan hij niet meer opstaan en is hij een gemakkelijke prooi voor de jagers. Van onderdelen van planten en dieren komen we ook de geneeskrachtige werkingen te weten of andere nuttige toepassingen. Zo zou het eten van het kruid wijnruit goed zijn voor de hersenen of werkzaam zijn tegen vergiftiging en helpt een zalfje ervan bij zwellingen en blaren. Jacob presenteert zijn materiaal per hoofdstuk in alfabetische volgorde op de Latijnse naam. Hij probeert wel overal de Nederlandse naam te geven, maar dat is niet altijd mogelijk. Echt handig voor het gebruik als naslagwerk is dat natuurlijk niet, want de Nederlandse naam begint vaak met een andere letter dan de Latijnse. Om het opzoeken te vergemakkelijken, schreven kopiisten soms de Nederlandse naam in de marge bij de tekst. Dan waren ze gemakkelijker terug te vinden. Deze bloemlezing uit de natuur is overgeleverd in 11 handschriften. 7 daarvan bevatten illustraties, meestal geplaatst binnen de tekstkolom, een aantal geschilderd in dekkende verf en andere uitgevoerd als pentekening. Jacob voltooide zijn volgende werk, de Rijmbijbel, in 1271. Het omvangrijke boek begint met heel veel verhalen uit de Bijbel, uit het Oude Testament en een aantal door de kerk niet erkende Bijbelboeken. Dan volgt het verhaal over het leven en de kruisdood van Jezus, gevolgd door een verslag van de strijd tussen de Romeinen en de Joden in de jaren 66 tot 73 na Christus. Jacob meldt in zijn latere spiegelhistoriaal dat hij met de Rijmbijbel in de problemen is gekomen met de kerk, omdat hij leken op de hoogte had gebracht van de geheimen uit de Bijbel. De Rijmbijbel is bewerkt naar 2 Latijnse bronnen, de Historia Scholastica van Petrus Comestor en De Bello Judaico, de Joodse oorlog, van Flavius Josephus. De Historia Scholastica is een handboek voor theologiestudenten aan de Universiteit van Parijs en voor priesters in opleiding. Jacob liet delen weg die hij te saai vond voor zijn publiek, zoals opsommingen zonder verhaal. Op andere plaatsen breidde hij de tekst dan weer uit. Dat deed hij bijvoorbeeld in de gelijkenissen die Jezus vertelt aan zijn leerlingen. Petrus Comestor had die in vergelijking tot de Bijbel juist bekort, omdat ze bij zijn publiek van Bijbelkenners als algemeen bekend verondersteld konden worden. Voor Jacobs publiek was dat anders. De Rijmbijbel eindigt met het verhaal over de Joodse opstand tegen de Romeinen.
Jacob van Maarland meldt aan het begin van dit gedeelte dat hij de pen al had neergelegd, maar op verzoek van een goede vriend dit vervolg heeft toegevoegd. Het wordt dan ook duidelijk dat de hele Rijnbijbel draait om Jezus. In het oudtestamentische deel wordt regelmatig naar de komst van Jezus vooruitgewezen. Dan volgt de geschiedenis van zijn leven en kruisdood. En in het deel over de oorlog tussen de Joden en de Romeinen wordt verteld hoe God de Joden strafte voor de dood van Jezus door de Romeinen Jeruzalem te laten verwoesten. Er zijn maar liefst 15 handgeschreven exemplaren van de Rijnbijbel bewaard gebleven. Er zijn ook heel veel fragmenten van andere handschriften met de tekst over, maar het is nog niet duidelijk van hoeveel verschillende handschriften dit de restanten zijn. De nog bestaande handschriften en fragmenten zijn van grote waarde voor het onderzoek. Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over de manier waarop kopiisten omgingen met de teksten die zij overschreven. Ze waren geen kopieermachines en hoefden niet alles tot op de letter nauwkeurig over te schrijven. Het was geen probleem als ze de spelling aanpasten naar eigen wensen en inzichten en verouderde woorden vervingen door modernere, zolang ze het rijm maar niet verstoorden. Hoe dat uitpakt is te zien als we dezelfde regels uit verschillende handschriften onder elkaar zetten. We hebben woorden en letters die niet in alle handschriften hetzelfde zijn een kleurtje gegeven. Als we hetzelfde willen doen voor alle regels van een stuk tekst, kunnen we de hulp van de computer inroepen. In deze afbeelding is het verhaal over Judith door de computer geanalyseerd aan de hand van overeenkomsten en verschillen in de tekst. Elk handschrift wordt aangeduid met een letter. Hoe dichter de letters bij elkaar staan, hoe meer overeenkomsten er zijn tussen de teksten over Judith in die handschriften. En hoe groter de afstand tussen twee handschriften, hoe meer verschillen. Dat is een nuttig hulpmiddel bij het onderzoek naar deze teksten. Na de Rijnbijbel was het lange tijd stil rond Jacob van Maarland. Maar rond 1285 heeft Jacob zijn meest omvangrijke werk afgeleverd, de Spiegel Historiaal, een bewerking van de Latijnse wereldgeschiedenis. We vertellen meer over dit werk in een ander deel van dit college.